ben je nou? Doei. Goedemorgen. Oh, atjoe, dat was goedemorgen. Daar zijn we weer. Het is vandaag woensdag. Oh, wat heb ik in de koogjes. Ik heb ook heel weinig geslapen. Ik maak me toch wel erg zorgen over mijn moeder. Daar ga ik ook zo meteen naartoe. Maar dat was wel afgesproken. Mijn moeder... ja, die heeft een speekselsteen hier. En die zou gisteren weggehaald zijn. En dat is mislukt. En vreselijk en drama geweest. En Iva, ik ga straks naar haar toe. Baby sok, 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 baby sok. Hey, baby sok, 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 baby sok. Echt, net zo gek als Bunny. Heerlijk. Lekker, hè? Hey. Zie je wel dat je het lekker vindt? Ga even liggen, zo. Heb je goed vast? Nee, hoef jij niet te lopen, hè? Dat is lekker, zo. Vader verwendt er ook lekker, hè? Ja. Het is, voor mij is het echt gewoon een bunny 2.0 die ik terug heb. En dat waren de eerste 24 uur was het emotioneel heel zwaar. En na 24 uur trok ik het. Maar de eerste 24 uur heb ik veel gehuild. Want het is gewoon bunny in de hele gedrag in... Afhankelijker zijn hoe ze bij me ligt, hoe ze doet. Goedemorgen. Ja. Sok, heb de dag geopend, hè, Sok? Ja, Sok. Oh ja, ik word er wel echt heel vrolijk van. Absoluut, maar... De zorgen met mijn hartje, die ik kan dat gewoon, ik maak me gewoon echt te snel zorgen. Ik heb het al met die cavia's natuurlijk. En, maar ik geniet wel intens van een hondje. En dat mee naar buiten, dat bij je op bed de hele dag, ja, dat kunnen die cavia's gewoon niet. Nou, dan gaan we weer naar mijn moeder toe. Ik kan mijn vader weer even lekker zijn rondjes maken. Ik ga toch bij mijn vader, bij mijn broer in de zaak kijken en zo. Maar ik wil mijn moeder even niet alleen laten. Dus ik ben daar maar weer naartoe, weer op mijn scootmobiel. En dat voel ik dus wel dat ik er weer op zit. Maar ja, ik moest ook wat wegbrengen, want ik heb wat verkocht. Dus dat is ook wel heel fijn. Dus, en het zonnetje schijnt, dus... Wat willen we nog meer? Nou, wat willen we nog meer? Dat mijn moeder minder pijn heeft. Dat is wat ik wil. Dus, ik ga er even op vrolijken met Sok. En die geniet ook, kijk maar. Nou, zo lekker is makkelijk, hè? Je kan alles zien en je hoeft niet te lopen. Ideaal voor Sok. Ja, dat bevalt Sokje wel, merk ik. Ja, goed zo. Hebben we speelgoed meegenomen bij? Hebben we speelgoed meegenomen bij opa en oma? Hey, is dat nu je vriend? Is dat nu jouw vriend, hé? Hey? Oh, je bent er nou rustig mee. Ben je een beetje moe? Ja, hè? Was weer een gezellige dag. Ik ga nog even pizza halen. En Sok natuurlijk mee. En Sok zat hier op de grond, maar het is natuurlijk een beetje mens in de Halterstraat. En dan, ja, dan merk je dat ze dit niet fijner vindt. Alleen, ze zakt steeds meer naar beneden. Dus daar ligt nu mijn pizza. En Sok ligt, oh, even zo Sok. Even weer anders liggen. Ja, hup, natuurlijk meteen je hoofdje op mijn arm. Even anders liggen Sok. Want je zit precies met je... beentje, met je pootje bedoel ik, op mijn spiertje. Dus nou, nog een klein stukje. En dan zijn we thuis. Heerlijk, echt. Ik geniet zo van de... Wat me alleen wel opvalt is dat ik dus nu Sok op de grond heb zitten. Of nu zo mensen kijken, logisch naar je. Maar ik word nu wel aangesproken. En dat is hetgeen wat ik heel erg mis als ik naar buiten ga. Dus ja, dat is... Echt een heel erg gemis. Ik vind het echt heel... Daarom ben ik gewoon eenzaam geworden. Ja. Oké, ik ga eten. Nou, nu is een keer pizza van mijn dochter. Vorige week met een vriend ook een pizza vanaf. Het is Bino in Zandvoort.
Nou ja, normaal wordt hij natuurlijk voor mij voor 5 euro thuis bezorgd. En nu betaal ik wel 7,50. Dus 2,50 meer. Ik moet hem ophalen. Maar de smaak was echt vorige week echt heerlijk. Alleen toen hadden we allebei de helft van de pizza en de helft van de pasta. Maar ja, dat werd een beetje te veel. En wie hebben we daar? Nee, die vergeten we niet. Ze gaan alleen nu 2 keer per dag in de ren. Dan wel langer, zodat ze goed moe zijn dat ze hierin komen. Alleen ik kan natuurlijk niet op bed liggen met ze knuffelen. Dat is gewoon even te riskant. Oh, dat hebben ze in een korte tijd veel gepoept. Kom je er niet doorheen? Kom je er niet doorheen? Oh, wat poepen jullie toch veel. Nou ja, dat doen we zo meteen al voor het slapen gaan. Nu editen, want dat... Nee, Sokje, nog 2 nachtjes. Sokje heb het toch, s'avonds heb Sokje het zwaar, hè? Hey. Nee, pop. S'avonds heb je het zwaar. Laat je mooie kopje hier zien. Je mooie oogjes. Je kraaloogjes. S'avonds heeft het zwaar. Dan heb ik nu ook die rolgordijnen zoveel mogelijk dicht. Dan wil ze echt naar buiten kijken, naar elk geluidje dat ze hoort. En je merkt het gewoon aan het gedrag. Het is gewoon, ja. Het is gewoon echt heel zielig, doet. Goedemorgen, Sokkie. Goedemorgen, Sokje. Zeg maar, het is vandaag vrijdag. Zeg maar nog 2. Oh, je hebt een speelkoppie. Je hebt een speelkoppie, hè. Dat is een speel... Kijk maar, dat is het oogje, hè. Is via radio speeloogie. Een hele goede morgen. Ja, oh zo. Wat heb ik een dikke oog. Wow. Nou ja. Het was ook heel pittig vannacht. Laten we het daarop houden. En ik kreeg zo een last van een droge mond dat ik de beademingsapparaat is. Ja, ik weet niet wat er mee aan de hand was, maar echt, ik werd gewoon wakker van dat. Van de droge keel. Ja, en ik was natuurlijk zo moe, dus daarna ben ik wel in slaap gevallen zonder dat masker. Dus ik werd echt 2 uur geleden wakker in... Nou, ik kan het ook aan mijn haar zien. Drijvend van het zweet. Dus als mijn hulp hier is zo, ga ik even naar boven spoelen. Want ja, nou, ik ook maar even zelf mijn haren wassen. Maar ja, dat gaat niet met sokken, hè. Dan gaat sokken piep, piep, piep. Hé, hey, niet op je pootje bijten, wil je aandacht. Zo, het bevalt sokje steeds beter, hè, sok? Ja, we waren weer lekker bij mijn ouders de hele middag, hè. Even lekker afleiding voor sokje. Ja... Goed zo, Sok. We zijn bijna thuis. Hé, hey, Sok. Ga je mij straks ook missen? Hm? Ga je mij straks missen? Hé. Hey. Krijg ik een kusje? Krijg ik een kusje? Krijg ik een kusje? Ik ga jou wel missen. Oh, mensen, kinderen. Het is 3:30. Ik ben zo moe. Mijn ogen vallen al. Dan is het terug van mijn moeder eigenlijk al dicht. Maar ik ben zo beroerd. Ook al veel pijn, maar ook gewoon zo beroerd nu erbij. Jeetje, Mina. En dit dus. Ik blijf gapen, maar ik val niet in slaap. Ik heb zo een last. Nou, ligt ze ook dus wel daar. Omdat ik te onrustig met mijn benen, denk ik, ben. Maar eigenlijk ligt ze echt al die tijd bij mij op bed. Sokje. Sok, kom je bij me? Sok, Sok, kom je bij me? Sok denkt, laat me nu al met rust. Ik blijf nou hier liggen. Wordt het de eerste nacht dat ze daar op de bank ligt? Voor mij zei ik net dat het de eerste nacht zou zijn dat Sok op de bank zou blijven.
Het heeft heel lang geduurd. Nou, ze ligt al heel op bed. Oh. Maar nu zonder het beademingsapparaat. Het gaap is wel fijn. Stopt het dus continu, die ademhaling. Dus dat is niet fijn. Maar met het beademingsapparaat vind ik het nou ook niet fijn. En als je nu weer die hele nacht wakker blijft en voel je weer de hele dag weer zo kut. Al slaap ik maar 2 uurtjes die ik 's nachts slaap. Dat is beter dan niks. Goedemorgen, goedemiddag, ik weet het niet eens meer. 11 uur, nou. Dat is vannacht een verschrikking. Vanmorgen vroeg een verschrikking. En voor mijn idee ben ik helemaal, is dit helemaal bont en blauw. Dus het voelt niet fijn. Dus ik ga van haar nog een dagje, het laatste dagje genieten. Morgen wordt opgehaald en voor de rest ik zou naar mijn moeder gaan, maar... Ik kan niet. Het is op. Mijn lichaam is op. Het is op. Dus. Als het goed is, ik ga mijn broer wel naar daartoe. En, nou ja. Dat komt vast wel goed. Ik kan het niet. Wat ga je doen, Sok? Wat ga je doen, Sok? Je koppie wil spelen. Wat ga je doen? Kom dan. Kom maar. We gaan zo eindelijk de deur uit. Vrouwtje moest even opknappen. Hè? Ja, en de vlog moest af en het schoot niet op. Hè? Nee, hey, gaan we spelen. Oh, wat ga ik jou missen. Oh, wat ga ik jou missen. Ja, en de vlog was vorige week. Daar was je net 1 dag. En nou ben je vandaag voor het laatst. Hey. Nee, oh, wil jij spelen? Oh, dat kopie dit. Heerlijk. Ja. Ga maar lopen, Sok. Kom maar. Ga maar rennen. Ja, zelfs dit lukt, hè, Sok. Oh, moet je alleen niet aan de andere kant lopen. Want dan werkt het niet, Sok. Sok, kom hier. Dan moet je wel aan de goede kant blijven rennen, Sok. Kom maar, Sok. Zie je, zelfs dit gaat nu ook. Dat is echt super, want mijn benen die kunnen niet meer. Nee, Sok, deze kant. Sok. Kom maar, Sok. Sok. Kom maar. Kom maar rennen. Lekkere wijfie. Nou, ik ben toch maar even naar mijn ouders gegaan om even gedachten te zeggen met die hond. Maar mijn ouders zeiden al gewoon, of mijn moeder zei, wat zie jij eruit? Zeg, dank u, mam. Nee, bedoel, is goed. Maar ik heb daar heel even geweest en alleen maar gapen. Dus mijn auto had iets van... En mijn moeder heeft gisteren mijn ademstops meegemaakt. Terwijl ik op de bank daar lag en een beetje begon in slaap te vallen. Ik zeg, na de afgelopen 24 uur heb ik nog geen uur geslapen. Ik val steeds 2 tellen in slaap. En of met masker of zonder masker. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe ik me voel. Dus die druk moet weer omhoog. Maar ja... Dan weten we ook wat er gebeurt als die druk omhoog gaat. Dan moeten we die hele ribben, die spiertje met die ribben gaan wennen. Maar dit is niet goed, want het wordt echt nu te extreem. En mijn ouders hebben mij nu 4 dagen achter elkaar meegemaakt. En die zeggen ook, het is echt te extreem aan het worden. Dus, nou ja, we zijn nu thuis. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En nee, het is vandaag zondag. Ja, het is ook stiekem in 1 keer van mijn wenkbrauw. Ik denk van wow, de ene keer is wat meer. Ja, ze zijn natuurlijk nog aan het werken. Maar ja,
Maakt niet uit, maar dat is even wow. Maar die wordt straks opgehaald, hè. Nee, sokje. Oh, wat ga ik jou missen. Oh. Maar wat zal jij blij zijn, hè. Dat je ze weer ziet. Oh. Ondanks dat ik natuurlijk aan haar aan alle kanten heb verwend. Zij één keer 10 minuten zonder mij was dat ik boven was met de verpleegkundige. Maar toen was het mijn hulp met haar bezig. Ze is echt voor de rest alleen maar om me bij me geweest. En ja, ze heeft wel echt heimwee gehad, hoor. Dat merk je toch aan een beestje. Sok denkt, het is de laatste dag, dus ik ga niet meer op dekbed liggen. Nee, ik ga het liefst nu eronder liggen en meer dan de helft van je bed gebruiken. Nou, mag jij wel naar Sok voor de laatste keer. Echt, ik ben dus nu... Ja, die jurk heb ik verkopen. Ik ben dus nu weer radio aan het aanzetten, omdat ik dus om tekens heb gevraagd. Thans, ik kreeg een kaart met de tekens. Nou, ik krijg ze ook heel veel en nu heb ik de radio aanstaan. En ik sta op het punt om met Sok de deur uit te gaan. Nou ja, en dan komt er... Je hebt wel eens van die liedjes in je leven dat dan jouw liedje is. En die wordt nu aangezet. Feels like heaven. Echt. Ik heb op geen mascara opgedaan. Wordt zometeen een jankpartij. En ik had zoiets van, ik ga wel naar jullie kant toe. Ik weet wel zeker dat Sok uit blijdschap gaat plassen. En dan is het toch makkelijker buiten. Nou, ik weet niet wat die plantjes in één keer hebben. Ik wist dat één keer per week water geven niet goed genoeg was. Maar dit avond zet ik nu ook maar een vier bij. Het is echt allemaal hartstikke droog. Dus ik ga ze maar weer allemaal even water geven en in mijn agenda noteren. Dat ik gewoon woensdag weer moet kijken. Maar echt maar in mijn agenda kijken, want ik ben bang dat ze anders doodgaan. Eén keer in de week is dus echt niet genoeg. Het, ja, daar kan op de tafel ook weer een ander plantje. Ik zag bij de Albert Heijn net dat ze een heel leuk tafeltje hadden. En volgens mij is die iets wel een bijzettafeltje, maar... Oh, dat gaat niet. Die is iets groter dan de tafel die ik nu had staan. Toen dacht ik, nou, dan kan die hier voor plantjes. Nou, ik ga ze maar water geven. Ik ben echt helemaal verbouwd. En al mijn stekjes, het ene stekje, er is ook een stekje. Alles pakt, alles doet het. Die was ook nagenoeg dood. Nou, dat blad is mega groot. Er komt daar in het midden ook weer een nieuw blad uit. Ik, wauw. Seconds from Galil to the third position of the HK car. Great to see some different names, just with the ebb and flow of this race with the early safety car. Oh, het is wel een stuk rustiger en stiller in huis zonder Sok. Maar ik ging de race kijken van de vriend van mijn dochter. En blijkbaar was ik, rondjes draaien, ging ik, ik ben in slaap gevallen. Nou, het is natuurlijk weer nieuwe maan, dus ik heb mijn nieuwe maanreading gedaan. Dan schud ik de kaarten uit dit kaartendek. En dan komen deze kaarten eruit. En de eerste kaart is, wat houdt mij bezig? Plan je dromen. De voornaamste boodschap tijdens deze nieuwe maan, zie het grote geheel. En de uiteindelijke afloop, er komt een explosief hoogtepunt aan. Nou, ik ben benieuwd. Beter kan bijna niet. Mijn kaarten zijn de laatste tijd zo mooi.